that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Cause baby, I don't know better. Baby, I know you. Nou, hier kom je binnen in mijn huis en dan zie je gelijk mijn grote spiegellijsten. En die heb ik bij driehoekmeubelen gehaald. Met daaronder zo'n spiegelkastje. En die heb ik alleen in Engeland gehaald. En dan deze spiegelbox is van Sarah Home. Samen met dit lijstje en dit doosje. Dit is allemaal van Sarah Home. De Chanel lamp, die heb ik ook al echt super lang. En ik weet ook niet meer of dat meisje nog echt bestaat en dit nog doet. Dus dat weet ik niet voor jullie. En deze vaas met bloemen heb ik gehaald bij het tuincentrum Het Oosten, dacht ik. Ja. En dan hier heb ik mijn wc met... En ja, die Chanel vaasjes, dat is dus hetzelfde als mijn Chanel lamp. Dat weet ik dus even zo 1, 2, 3 niet meer. Maar dat ga ik nog wel voor jullie opzoeken. Dus kijk wel even in mijn omschrijving. Dan heb ik hier mijn tassencollectie. Alleen is mijn licht uitgevallen. Hier, dit is beter. Zo. Nou, en Macy ligt hier lekker te slapen. Dan heb ik hier mijn gang. En dan kom ik hier bij een pilaar met een vaas erop. En die is ook van Tuincentrum Het Oosten met van die nepbloemen. Ja, het is echt vervelend dat mijn licht serieus waar is stuk gegaan. Maar zo is beter. Zo. En even kijken. Dan heb ik hier mijn badkamer. Die hadden jullie wel even een beetje gezien. Ik heb dat lichtgrijs met bruin. En daar mijn douche met mozaïek daarachter. En ik heb een soort van zonnebank en warmtelamp in mijn douche. Zoals jullie kunnen zien. En daar planken voor mijn handdoeken. Zo, en daar heb ik weer die Chanel accessoires, potjes voor de zeep en dingetjes. Dus kijk echt even in mijn omschrijving, want ik ga het opzoeken voor jullie. Dan is hier mijn slaapkamer. Zo. En mijn achterbord van mijn bed is van driehoekmeubelen. Mijn kussentjes zijn van de Quantum. Die heb ik van de week nieuw gehaald. En het is hier ook een beetje donker. En dat is dus deze kleur. En zoals jullie kunnen zien, het achterbord ook. Die is echt heel mooi. En ik heb van dat behang daarachter, zoals jullie kunnen zien, met zwarte lijsten. En dus mijn kussentjes zijn dus van de Quantum. En dan heb ik op mijn nachtkastje lampjes. Mijn lampje is van de Action. En dat daarnaast is van de Quantum ook. En dan heb ik daar weer zo'n spiegellijst hangen. En die is dus ook weer van driehoekmeubelen. Zoals jullie kunnen zien. Ik hou daar echt zo erg van. En hier nog een keer dat. En in mijn slaapkamer heb ik een grote kledingkast staan. Die dus eerst in meestal kamer stond. Maar die heb ik nu hierheen gezet en die is dus van de IKEA. En dan, ik heb trouwens mijn muur op mijn gang heb ik groen gemaakt. Vond ik wel een keertje leuk. En dan heb ik hier mijn keuken. En zoals jullie kunnen zien, daarboven heb ik weer twee Chanel vaasjes staan. Waar je ook vaccinelichtjes in kan doen. En ja, dit is dus mijn keuken met mijn kleur aanrechtblad. En daar dat dienblad ook van Chanel. Dus ik ga het echt even allemaal opzoeken. Want ik denk dat mensen dat wel graag willen weten. En dan mijn eettafel. Mijn tafel is hoogglanswit. En die is van goedkoopmeubelen.nl of .com.
Eén van de twee ga ik ook even in de omschrijving zetten. Met mijn eetstoelen. En mijn eetstoelen zijn ook van driehoek meubelen. Dat is eigenlijk hetzelfde als mijn achterbord van mijn bed. Zoals jullie kunnen zien. Is echt prachtig, vind ik. En dan hebben we hier mijn woonkamer. Dit is mijn bank en ik ben echt zo verliefd op mijn bank. Die is van driehoekmeubelen. Met een bijpassend kleed die ook van driehoekmeubelen is. En dan heb ik hier mijn hoogglans witte tafel. En die is ook weer van goedkoop meubelen. Met kaarsen en een bronzig dienblad. Even kijken of jullie het zo beter kunnen zien. Het is een soort van spiegel. En ik heb van die geurkaarsjes, die doe ik altijd erdoor. En dat is van de Quantum. Dan heb ik hier mijn kleed voor op mijn bank. En die is van Martha de Groot. Dat zit hier in Amstelveen. En kijk, zoals jullie kunnen zien, mijn bank heeft echt zo'n glim erop. Ik vind dat echt super mooi. En het is dat zachte stofje. Ik kan er wel een beetje beide kanten mee op, zoals je ziet. En dan heb ik daar weer spiegellijsten hangen die dus ook van driehoekmeubelen zijn. Dat is die en die. En hier wat spulletjes voor Mason. En mensen hadden mij al gevraagd waar de speelkist van was met de naam erop. En dus mensen wilden weten waar die van was. Mason heeft die voor zijn verjaardag vorig jaar gehad. Maar ik hoor wel als je gewoon kinderspeelgoedkisten met naam op internet drukt, dan vind je ze. Dan heb ik hier mijn dressoir. En mijn dressoir is ook van goedkoop meubelen. Met deze doos met kaarsjes. Ik vind dit echt zo leuk. Dit is weer helemaal hot. En dat kan je ook kopen bij driehoekmeubelen. En hier heb ik nog mijn spiegellijstje van de Sarah Home. En mijn boeken, waar ik ook echt verslaafd aan ben. En ik heb ze een paar gekregen en online gekocht. Maar je kan ze ook, ik ga het even voor jullie opzoeken. Even kijken. Hier heb ik de Instagram. Kijk. Dat heet Coffee Table Books. En daar heb je dus al die boeken. Dus dat zou ik ook wel even in mijn omschrijving eronder zetten. En dan is deze hierboven ook van de Quantum. Samen met het vaccinelichtje dingetje. Is allebei van de Quantum. Dat heb ik echt laatst gekocht. En dan hebben we hier Mason's kamer. En hier heb ik een grote IKEA kast ook staan. Want hier was vroeger mijn inloop kastenkamer. En dat is dus nu Mason's kamer geworden. Zoals jullie kunnen zien. Met zijn bedje. En dit. Eigenlijk heeft hij hier nog niet zo heel veel. En dit is allemaal heel schattig. Met zijn eerste schoentjes. Deze. Super cute. Kom, we gaan je kamer laten zien. En zoals jullie kunnen zien heb ik deze lijsten. Zijn bedje en ook de bedrand. Want dat wilden mensen ook weten. En het dekbed. En zoals jullie kunnen zien dat kussen. En het kastje ook. Dat is van Theophile en Patachou. Als ik het goed uitspreek. En dat is dus dit. Dus daar heb ik dan Mason zijn babykamer gekocht. En ook echt super schattig. Ze hebben ook echt van die grote beren. Dat is allemaal daarvan. Zulke toilettassen. Echt zo leuk is dit. En dit. Zoals jullie het daar kunnen zien. En dit allemaal. Dus dat is echt heel leuk spul. Mason gaat nu lekker slapen. Ga je lekker slapen doen? Nee. Oh. En zijn lievelingsknuffel is trouwens ook van dat merk. Dat is Nijnt, hè? Zeg maar dag. Mason gaat lekker slapen. Tot morgen.
En onder zijn bedje heb ik nog een kleed liggen. En die is trouwens van de Leen Bakker. Of de Quantum. Een van de twee in ieder geval. Ik weet wel dat ze ze daar hebben. Dus die is daarvan. Dus ja. Dat is wel een beetje mijn huis. En Senna die ligt lekker te slapen. Dus ik hoop dat jullie het allemaal mooi vinden. En als jullie nog vragen hebben, stel ze dan. Want dan zal ik die voor jullie beantwoorden.